Ik zit al uren te wachten totdat ze het huis verlaten. Maar ze doen het niet. Het ding is, ze kunnen mijn naam denk ik zien. Dus ik moet eigenlijk een stapje naar achteren. Oh, niet te veel bewegen. Het is een van mijn lastigste missies ooit. Er gaan nu een paar dingen door mijn hoofd denk ik. Waarschijnlijk zijn ze samen aan het opnemen. En dat gaat vaak zo. Hallo jongens, bla bla bla. Naam is die. Oh, jij doet ook mee. Oh, je was verstopt en je kon maar inlopen. Bla 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 bla. Kijk, dit is mijn huis. Zo doe je Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Dit en dat en dit en dit en dat. Kijk, dit is mijn paard. Ik heb een paard. Ik heb een paard, jongens. Waar is mijn paard? Oh ja, die heb ik in de tuin. Dus kijk, Maxime, dit is superleuk. Minecraft, vierkant. Je gaat geen enkele ronde dingen zien. Ook geen billen. Bla, 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 bla. Helemaal niks ronds in Minecraft. No, no, no. Hebben ze alles laten zien? En dan over een kwartiertje gaan ze ongeveer weg. Want dan gaan ze de wereld verkennen. Dat is hoe het gaat in Minecraft, oké? Okay? Ik als verborgen Superman kip ben incognito. Mijn missie is vandaag om wortels te nakken. Zodat ik op fucker kan zitten, oké? Okay? Dat is alleen één probleem. Ik ben dood gegaan in de vorige aflevering. Check die zeker even. En het enige wat ik nu nog heb is 0 XP, geen eten en een stok, oké? Okay? Een stok. Dus dit wordt bijzonder lastig. Het voordeel van Minecraft is wel dat dingen vaak lang duren. Dus als ze eenmaal weg zijn, zijn ze ook echt weg. Zolang ze mijn naam hier niet zien, gaat alles helemaal goed komen. Ze moeten alleen echt... Het beste is als ze een stadje op gaan zoeken. Of Don zijn raam kapot gaat slaan. Of Harm zijn zaad gaat stelen. Of een mijnschacht ingaan. Zodat ik lang van ze af ben, oké? Okay? Ik heb 5 minuutjes nodig, tops. Dit wordt misschien wel mijn grootste uitdaging tot nu toe. Zijn ze nou weg? Of nee, ze zijn er 100% nog. Maar ik kan dus niet te veel bewegen, want dan zien ze mijn naam bewegen. Menselijke wezens en kippen zoals ik reageren op motion. Op beweging. Dus hoe meer ik beweeg, hoe meer kans dat ze mij ontdekken. Het leven van een Minecraft pro is niet makkelijk. Ga dan gewoon weg, man! Denk je nou echt dat ik een kwartier heb om hier stil te zitten en te kijken? Kom op! Hey, Thomas. Maxime, ga even die kant op. Kom op, ga even wiebelen. Ik weet zeker dat die man wortels heeft. Het ziet er gewoon echt uit als een mannetje wat wortels heeft, oké? Okay? Ik hoor het gewoon bijna hardop. Nou, kijk, dit is mijn kooi. En ik heb heel veel ervaring in Minecraft. Dus ik heb dit en dit en dit gemaakt. En super mooi. Laat ik aan jou zien. Het is een soort van je pik op tafel leggen. Van kijk wat ik kan in Minecraft. Gewoon de ladies imponeren. Maar ja, zolang hij is afgeleid door de ladies... kan super kip dadelijk naar binnen sluipen. En alle wortels pakken. Uh-oh. Ik moet bewegen. Oh, hij kon me daar bijna zien, joh. Dit is echt levensgevaarlijk. Ze zitten continu rond het huis te rennen. Geen idee wat ze aan het doen zijn, want ik denk niet dat ze samen bouwen. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Gaan ze nou weg? Nee, wacht. Ik zie Thomas niet meer. Thomas is zonder radar. Oké, maar alleen Maxime is er nog. Oh nee, Thomas is terug. Kaak! Ik moet hier echt een kwartier gaan zitten. Zo groot is je huis niet, man. Zeg gewoon dat er een bed in staat en dat het werkt. Of zo. Dat je veel geld hebt. Veel diamonds. In het ergste geval ga ik naar Harm zijn huis. Oké? Okay? Oh. Hij staat stil. Ik heb echt het idee dat hij mijn naam heeft gezien. Oké, okay, ik heb geluk. Goed dat ik ook incognito ben als Temmend Paardvin. Oké? Okay? Dat helpt. Niemand weet wie ik ben. Ik ben vooral die gozer die een full cap steeds typt. Slaap! Weet je wel, dat ben ik. Ik moet een stuk verder weg als het kan. Zonder te veel te bewegen. Zodat mijn naam zo klein mogelijk is, maar ik ze wel kan zien bewegen. Ik moet hoger op. Nog hoger. Dit is denk ik perfect. Kijk ze daar dan. Hakken voor een matige leven. Wah, wah, wah. Ze zijn nou aan het tuinieren? Waarom ga je tuinieren? Geen ze leuks. We gaan naar het strand of zo, joh. Ze zijn ook bewust niet gaan slapen. Dat betekent dat ze aan het werk zijn of botten nodig hebben. Ondertussen begint de dag weer aan te breken. Ik zit hier al 5 uur. Maar zo'n klus als deze, zo groot als deze, vergt geduld. Dit wordt de wortel heist van de century, oké? Okay? Shut up, Gany, shut up! Jij wilde niet meedoen. Jij had ook de lookout kunnen doen, dan had ik mijn spullen kunnen pakken. Maar dat wilde je niet. Een grave gat. Doe ga... ja! Ja! Oké, okay. Je moet dadelijk wel iets liefs zeggen, oké? Okay? Praat ik nooit meer met je. Hallo, Das. Das voor als het lief. Thanks, man. Thanks, Gany. Heel cool. Kunnen ze je naam zien als je sluipt? Volgens mij niet. Heb je nou legit een ei uitgepoept? Gany, you're the best. Je wist dat ik honger had en je deed dat gewoon even. Wat een droomgozer bij je af en toe. Kan ik jou nou gewoon eten? Oh, oh. Ja, het duurt lang, dat weet ik. Oh ja, dankjewel man. Blijf zeker kijken. My god, hoe lang zijn zijn video's? Laat me kijken. Zijn Minecraft video's zijn, nou ja, vaak nog geen eens 10 minuten. Dan ben je nu al lang klaar met deze praat, oké? Okay? Dan neem je misschien... 30 tot 60 minuten op. Ik weet niet hoe die het knipt. Ik heb de video niet gezien. Maar er moet dadelijk een moment komen dat je iets interessants gaat doen, oké? Okay? Diamonds. Iedereen leeft voor diamonds. Nee, ik hoor je kruipen. Shut up. Ik zie nog maar één naam. Waar is die andere heen? Wie is dat? Ik zie alleen Maxime nog. Waar is Thomas? Ik heb een idee. Ik wil eigenlijk in de tussentijd... Oh, nee. Dit ga je niet menen. Dit ga je niet menen. Ga weg. Nee. Nee! Oh mijn god. Wacht eens even. Zit hier een fakkel? Oh mijn god. Ik heb het idee. Nee!
Au. Nou wordt het echt gewoon, nou wordt het gevaarlijk. Ik heb het idee dat dit een mijn is. Oh, Maximus AFK. Nee, dat is niet goed, want het is de AFK aan de basis. Eten nodig, jongens. Niet alleen eten, ik moet ook de basis van Harm hebben. Hij heeft eten. Ja. Oké, stap 1. Zoek basis van Don. Stap 2. Volg de bordjes. Oké, dit is de Don basis. Dit is de Don basis. Wacht, deze droomgozer is toch ook vast wel een appeltje voor mij? Nee, jongens. Sumi Marseille. Ik wil niks spoilen, by the way. Uiteindelijk gaat het alleen maar om de wortels. Oh nee, ik heb nog maar 3 vleesjes. Ik kan nog wel springen, maar niet meer sprinten. Nee, moet eten hebben. Klim. Ah, ik ben eindelijk boven. Er is niemand online daar toch? Nee, oké, er is niemand online daar. Top, dit is mijn kans. Hier kan ik toeslaan. Voer. Zo, ze hebben echt reten veel. Ze hebben 2 zadels. Maar ja, Golden Horse Armor. Dat is ook wel heel erg matig weer. Ach ja, ik had ook niks anders verwacht. Kunnen niet allemaal pro zijn natuurlijk. Shut up. Ze hebben de... Oh, ik vind het helemaal prima. Ik moet even iets hebben wat ik kan eten. Bedankt. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. Ze hebben toch genoeg bieten, jongens. Maar hebben ze wortels? Sorry dat ik al je bieten steel, man. Ik zei het je. Je bent niet de moeite waard zolang je geen wortels hebt. Dat gaan we zo meteen zien. Hebben ze wortels? Jee of nee? Volgens mij lijken ze op deze dingen, maar dan met groen eronder of zo. Kom op, ga me nou niet vertellen dat jullie nog steeds geen wortels hebben. Oh mijn god, ze hebben echt gewoon geen wortels. My god. Hoe kun je zo zijn? Maar oké, dit moet even gebeuren, jongens. Geen zorgen, nu weet ik wat ik doe. Ik pak gewoon al die bietjes voor onderweg en ik herplant ze even, oké? Er is nooit iets gebeurd. No, ik moet heel lang... Heel lang. Heel lang moet ik gaan scouten. Bij die basis van... Thomas de Wortel-eigenaar, oké? Kijk, ik ben een goede knul. Dit is slechts lenen, niet stelen. Laat dat... Uh-oh, dat moet wel even dicht blijven. Laat dat duidelijk zijn, oké, ja. Zouden ze hier ondertussen nog wortels hebben, of na? Oh mijn god, ze hebben echt gewoon... Oh, wat is dit nou weer? Nou ja, geen wortel. Oh mijn god, ze hebben geen eens een wortel. Wat een noobs. Ik spuug op jullie. Zijn mijn tijd niet waard als ze geen wortels hebben, jongens. Had ik geen eens een Diamond Horse Armor ook. Waar besteed ik mijn tijd nog aan? Oké, tijd om terug te gaan in ieder geval. Ik heb nu in ieder geval genoeg voer om de stakeout. Stakeout. Detective Batman. In het ergste geval kan ik deze allemaal dood. Grapje, ik weet dat jullie dan helemaal boos worden en triggeren. Tuurlijk doe ik dat niet. Ze zijn ook allemaal zo verdomme dicht bij elkaar. Ik woon helemaal in de rimboe, man. Waarom moet er niemand bij mij? Voor enge geluiden. Ik hoor heel enge geluiden. Er vliegen dingen in de lucht. Oké, nee, dit is... Oh mijn god, jongens, dit is zo eng. Ik zag gewoon dingen in de lucht vliegen. Wat zijn dat? Er zijn toch geen dino's of zo? Kijk, wat is dat? Gast, ik heb een freaking stick. Wat wil je dat ik doe? Uilen of zo, joh. Gewoon haviken. Gewoon normal, joh. Katie! Ik ben terug. Wedergekeerd. Oh mijn god. Ha! Good riddance to you, nee. Nieuwe scoutplek. We zijn nog steeds online. Ik zie alleen geen namen. Oh, wacht, nee, daar zie ik een naam. Ik heb recht boven mijn crosshair. Zijn dat echt uilen? Ze zien er net wat anders uit. Oh mijn god, Thomas gaat helemaal onder de grond. Thomas zit in de mine! Zou die nog AFK? Zou Maxime nog AFK zijn? Dit is mijn moment. Dit is het moment. Hiervoor heb ik getraind. Oké. Ik weet niet of die dingen vijandig zijn. Auw, kak. Oh! Oké. Die dingen die voelen niet echt heel vertrouwd. Ga weg. What the fuck zijn dat voor dingen? Mijn hart klopt als een gek. Oh nee, Maxime is wakker. Nee, echt nu is ze niet meer AFK. Oh. Dat was mijn moment. Dat was mijn moment om toe te slaan. Maar wat zijn dat voor een haviken? Ja, joh, laat me met rust. Nee. Ik moet ook dit zoveel omlopen, anders zien ze me. En ze hebben dan gewoon aas in de ska. Dit is echt de meest onmogelijke missie die ooit heeft bestaan. Maar waar is Maxime nu dan? No way dat ik helemaal ben teruggelopen en dat zij nu ook in de mijnschacht zit. Nuh-uh. Oké, we gaan wel wat dichterbij. Nee! Kak! Ze waren al die tijd gewoon daar en nu zitten er zombies achter me aan. Waarom heb ik het idee dat die creatures van hun zijn? Ga nou weg! Weg! En gewoon 3 zombies. Doe even normaal. Oh mijn god! Ze zijn offline! Ze zijn offline! Ze zijn offline! Vogels staan nog in de lucht. Jongens, ze zijn offline. Ik zei het je. Precies hoe de aflevering ging verlopen. Uiteindelijk hebben ze het huis laten zien. Zijn ze de mijn? Ze zijn nog steeds offline. Dit is mijn moment. Dit is mijn moment. Ik moet gaan. Ik moet nu gaan. Alles of niets. Go, 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 go. Go, 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 go. Oh, god. Go, 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 go. Go. Want als ze uitloggen omdat het donker is. Vang het. Boeien. Schuur. Oké. Ik ben binnen. Ik moest me verstoppen. Voor de gekke vogels.
Ik ben nog steeds alleen online. Boven ligt vaak de loot, toch? In dit geval niet, oké. Okay. Maar de wortels... Bro, je hebt 100% wortels, kom op. Enige reden waarom ik hier ben. Ze zijn nog steeds offline, ik heb nog even de tijd. Yo, wat is dit voor een systeem? Zijn dit kasten? Oh nee, hij heeft een diamond, hoort samen, doe normaal joh. Kan echt niet, kan niet door de beugel. Nee, onacceptabel. Unacceptable. Is dat een golden horse armor en een saddle en heel veel van die... Bruh. No way. Deze gast is misschien meer pro dan ik dacht. Maar zolang hij geen wortels heeft, is hij geen echte pro. Kom op, kom op. Waar zijn je wortels, man? Ze zijn steeds offline. Ik heb zo lang gewacht. Gast, je moet dit begrijpen. Ik heb zo lang gewacht. Je hebt 100% wortels voor mij. Nee, hij heeft geen wortels hier. Oké, maar dit lijkt niet echt op zijn voedselstash. Misschien is er buiten nog kans. Even zoals dit. Oh, die dingen gaan dood? Oké. Wortels, wortels, wortels. Stop. Wat is Makar en... Ze hebben hier gekke vogels. Ze hebben exotische vogels. Die is niet zo exotisch. Oké. Okay. Wortels! Ik heb me nou freaking wortel. Weed, oak, weed, bamboo, weed, weed, weed. Alleen maar weed, bruh. Vuile Hollanders hebben echt alleen maar weed. Is het alleen maar weed? Nee, nee. 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 Ik ben zo lang bezig geweest. En je vertelt mij dat ze alleen maar wiet hebben. Die verdomde Hollanders. Die verdomde Hollanders. Dit zou een mooi moment zijn voor een musical over wortels. Maar dat, ja, dat kan ik niet maken natuurlijk. Wacht, er is meer. Er is meer! Sugar. Dandelions. Kom op. Poisonous potato. Ja, haha. Maar je hebt... Oh, bedoel, ik steel gewoon potatoes. Die dingen kan ik planten volgens mij. Uh-oh. Ik hoor dingen fluiten. We hebben in ieder geval potatoes gestolen. Ah, bestik! Gestolen jongens, het is niet voor niks voor geweest. Je hebt 100% één wortel ergens. Eén wortel, het moet. Het moet. Laatste kans, meer kisten kan ik niet vinden. De wortel! Ja, dit is perfect! Oh, oh, oh. Ja, we hebben de wortel, we hebben de wortel. Yes! Ze zijn niet online. Go, 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 go. Oh, in de laatste box in de freaking wortel. I did it, brothers. Abonneer voor meer wortels. High five. Kunnen we nu eindelijk gewoon op een varken zitten? Volgens mij wel. Ik moet alleen nog even mijn huis zien te vinden. Oh, ik heb gewoon een wortel. En dat niet alleen. Zelfs aardappelen moet je nagaan. Hoe pro is dat? Oh mijn god. Hij had ook zoveel van die gekke gekleurde boekjes. Maar die wortel... is alles wat telt. Holy shit. En ze moeten echt even trouwens een keer de spawn updaten. Dat ik wel in mijn huis span als ik dood ga. Oh man, maar dit was echt de moeite waard. Dit was echt al die uren waard. Al die appeltaarten waard. Ja, snap je? Oké, okay. No spawn by the way. Oké, op naar huis. Oh yes, ik heb de crafting table teruggevonden. Dit is perfect. Want dan weet ik nu dat ik op de goede route zit. Dus we maken een boot. Hier we in het water. Ga ik zelf ook in. En dan moet ik simpelweg volgens mij gewoon deze kant op. Ja, ik moet echt een keer een kaart hebben. Is dat een ding? Kun je... grapje. Ik weet het. Je kan cartografieën, by the way. En dan heb je een kaart. Dat is handig. Oh ja, hier is landschip. Of niet? Dit is heksenhuis, maar geen heksenhuis. Nee, wacht. Dit is een hele andere. Genius. Bottle of enchanting. 7 iron. Superveel nuggets. En wat emeralds. Ik vraag me nu stiekem wel af of ik de goede kant op ga. Oké, okay. Ik ga helemaal de verkeerde kant op. Ik had mijn coördinaten opgeschreven, by the way, vorige aflevering. Oh, wat? Sneeuweiland. Dat is wel één voordeel. Aan de weg kwijt zijn, je komt nieuwe dingen tegen. Kijk hier. De tempel van Abubis. Ah, stop. Stop. Abubis tempel, jongens. Abubis. Oh, hij is onaangetast. Oh, wat nou? Als broeder hier een zadel vindt. Dat zou... What the fuck is dat? Dalut! Look at this. Oh mijn god. Ik heb alleen gewoon geen schep. Misschien moet ik die even maken. Dat gaat waarschijnlijk gewoon een stuk sneller. Zo, zo, zo. Bonk, zo. We maken hem wel van hout. Wacht, is dat een ding? Nee, oh wacht. My bad. Zo. Bonk, 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 schep. Thank you. Oh, dude. Als ik hier een wortel vind en een zadel, dat zou zo episch zijn. Dan moeten jullie wel echt beroeders worden als dat zo is, oké? Anders hoeft het niet per se. Grapje. Altijd. Altijd doen. Smash like. One like is één boterham. Ken dat moment wanneer je zelf soms gewoon naar beneden wil yeeten? Ik wil iets testen. Waar ik het antwoord natuurlijk al lang op weet. Maar kun je die pressure plate gewoon weghakken? Dat ga ik voor jullie uitzoeken, oké jongens? Ik had er laatst ook in ontdekt toen ik in het grinden was. En toen stapte ik per ongeluk op de pressure plate. En dat deed pijn. Hoppa. Hoppa. Gunpowder alles, bruh. Hij is weg.
Golden horse armertje, jawel. Oh mijn god, ik ben zo rijk op dat. Golden apple, jawel. Superveel gunpowder. Oh my god. Wow, oh, yes. Diamond horse armor. Wie had dat verwacht? Niemand. Dit was de laatste. Maar dan vraag ik me af, ligt die onder dan dynamiet? Maar dan kan ik dat toch ook gewoon weghakken, ja. Gas, ik kan niet mega veel TNT meenemen. Oh, die spant het. Gratis en voor niks. Kijk eens aan, joh. Hoho. Because I'm the best around. Oké, terug naar de basis. Alright. Ik ben nog even een keer dood gegaan omdat ik de admin aan het helpen was. Blijkbaar kan ik gewoon slash home doen om thuis te komen. Hahaha. Maar, dat wist ik natuurlijk al die tijd. Maar om het te vieren dat we eindelijk het meest zeldzame item in de game hebben, wat we al de hele tijd wilden hebben, gaan we even de banners ophangen. Ho, ho, yes, be ready. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo goed is in zo'n spel. Oh my god. Kunnen deze aan de... Oeh. Oh, dat is zo pro. Kijk dan. Oh. Ja, man. Zit hier gewoon een knopje achter. Oh, maar kan ik deze dan ook gebruiken als een geheime doorgang? Kom maar 4. Nee, wacht. Kan ik ze oppakken? Ik heb het idee dat ik ze niet meer kan oppakken. Ah, nou ja. Jammer. Jammer dan. Hey. Yeah. We hebben de babadaba. We hebben de babadaba gewoon. Very nice. Oh, nou gaan we een vishengel maken, jongens. Met een wortel eraan. Eindelijk. Maar daarvoor heb ik wel... een sexy item nodig. Namelijk een stringetje. Als ik me niet vergis. Oh, en ik heb ook gewoon 2 diamond horse armors. Dat is echt ongelooflijk sterk. Rod? Rod? You haven't played Tuba Booba? Dat is een leuk geintje. We hebben gewoon een fishing rod. Hoe? Oké, hoe? Nee, dit ga ik googlen voordat ik het verprutsel. How to ride pig. Oh mijn god, dit wordt zo episch. Wortel. Wortel son, where are you? Nou heb ik het. Oh my god, jeet. Oh, dan moet ik denk ik craften of zo. Carrot. Carrot, deze. Carrot on a stick. Boonk. Oh, dit is hem. Oké, en dan moet ik... Paard. Oh, ik heb die makkers nog geen eens een naam gegeven van de vorige keer. Schandalig. Weet je, nu heb ik mijn compagnon. Waar is de hond trouwens? Oh, die hond heb ik niet kunnen temmen. Oh. Oh, ja, ik hoor het al. Dan vraag ik me af, wat is de meest typische paardennaam? Paardennamen. 1001 paardennamen. De leukste paardennaam uitzoeken. Paarden met de letter... Hiko. Hiko. Hercules. Ja, dat is ook echt een paardennaam. Oh, nee, joh. Ik heb een fantastische naam. Hanneke. Hey, Hanneke. Hanneke, yeah. Jee! Oh, Hanneke is zo blij dat ze van mij is. Ik moet echt oppassen met die creepers, want die kunnen legit mijn achtertuin. Tijd om uit te schakelen. Ah! Kak, dat deed heel veel pijn. Hij heeft een enchanted boog! Motherfucker. Wat hoor ik? Ik heb wat. Er zit een kuik in. Ik wilde een ei op hem gooien. Gooi ik mogelijk een mini genie. Oké, daar zitten gevaarlijke rakkers. Shit, kon ik niet van die wortel meerdere wortels maken? I feel stupid now. Nee! Is dat echt een ding, by the way? Volgens mij wel. Maar vrees niet. Maar heb ik mijn aardappelen gelaten? Oké, waar is Hanneke? Hanneke! Hier! Zadel heb ik even nodig. Nee, Hanneke, rustig aan. Je moet me vertrouwen, oké, Hanneke? Het komt helemaal goed. Want ik ga deze makker erbij... Hey, jij ziet eruit als een goede kandidaat. Hoe praat ik met jou? Ah! Oh! Oké, nee, dat trek ik niet. Nee, zo mag je met mij omgaan, maar niet met mijn vrienden! Oh! Wat wil je doen dan, hè? Wat wil je doen dan, hè? Dan zit hij sowieso nog kwaad in de buurt. Maar waar is dat? Oh, hij heeft schoenen aan. What the f... Oh, by the way, jongens. Jullie zeiden dat ik het portaal naar de End had gevonden en zo. Waar? Dat is alleen één probleem. Ik zie nooit Enderman spawnen. Dus die eieren zijn altijd mini-chick... Oh, niet altijd. Oké, varken. Ik heb een zadel. Ik heb legit een zadel. Ik zweer. Oh, mijn god. Dat was alles wat ik moest doen. Oh, bruh. Yes! Yes! Meest epische gamer moment van de wereld! En er komt er een achter me aan! Oh, hier heb ik echt hoeveel afleveringen naartoe gewerkt en het is me gewoon eindelijk gelukt. Wat is dit? 7-8 afleveringen hard werk? Oh! Ik moest er alleen een jongen en een meisje voor beroven voor het meest zeldzame item in de game. En het is me gelukt. Het is mij gewoon gelukt.
Oh. Ik ben er veel aan kwijtgeraakt. Echt ontzettend veel. Het was niet makkelijk. Het was absoluut niet makkelijk. Maar het is me wel gelukt. Dit is fantastisch. Ik ben vrij nieuw in het spel. Maar door deze ervaring kan ik gewoon 100% eerlijk zeggen. Deze game krijgt een 10 van de 10. Maar hoe pak ik nou zijn zadel weer af? Ik bedoel, het was leuk voor de meme, maar... Zit dat zadel nu voor eeuwig op hem? Oh, nee. Nee! Hanneke. Het spijt me, oké, Hanneke. Het spijt me. Ik wil heel graag op je zitten, Hanneke. Maar... Mijn homie heeft hem nu. Oh, nee, je hebt een mini-ding. Cool, ik hou van mini-dingen. Een kababieke baby. Nou, ik heb heel hard mijn best gedaan in deze aflevering. Ik ben nu ook een meesterdief, by the way. Daar was ik ook een pro in. Ik heb heel vaak ingebroken vroeger toen ik nog oud was. Het is een nieuwe dag. Ik heb een website open met leuke foto's van paarden. Oké, Senne. Wat jij wilt, Senne. Ik heb geen levels meer. Ik heb geen armor meer. Dus ik heb bescherming nodig. Dus laten we dat zoeken. Hey, donkey. What's up? Shut up. Wacht, je weet waar ze zijn? Oké, dan ga ik daar kijken. Oh mijn god! Pedro-san! Pedro! Ik zei dat ik terugkwam. En hier ben ik. Deze keer met botten. Pedro, we hebben al zoveel goede momenten met elkaar gedeeld. Wees de mij. Pedro! Oh! Jongens. Pedro-san. Oh, je kan zitten. Oh! Pedro, kom met me mee! Pedro! Hier! Hier! En zit. Oh, dat is zo cute. Val die aan. Doe het. Oh mijn god, Pedro, je bent zo sterk. Laat die biceps eens zien. Laat die biceps eens zien. Sorry. De boosdoeners. Pedro, ben je klaar voor je eerste strijd? Ik hoop het wel, Pedro. Die zitten namelijk al maanden onder mijn basis te stalken. Pedro, dit zijn de slechterikken. De big bad motherfuckers noem ik ze ook nog wel eens. Pak ze, Pedro! Pak hem! Pak! Abort! Pak hem, Pedro! Pak hem! Oh nee! Laat hem met rust! Oh, ik heb weer zo'n vlaggetje erbij. Nice! Pedro, ik hoor er nog meer. Je beneden, Pedro! Ik heb nu een ding rechtsboven staan. Wat betekent dat? Pak ze, Pedro! Val aan! Doe bubbelstraal! Pedro, waar de fuck is je bubbelstraal? Pedro! Yo, je bent echt waardeloos, Pedro. Je kan geen eens bubbelstraal. Pff. Kijk, dat je geen ember kan, dat begrijp ik. Maar dit is gewoon echt heel matig. Ik ben wel eindelijk uitgeschakeld. Deze booswichten zaten al jaren onder mijn basis. Kom hier. Je bent de stoute jongen. Waarom zit je dan ook, man? Stout. Hier. Kom hier, jongen. Kom hier. Hier. Helemaal wild op die hond. Nou ja, weet je, ik vind het best als je hier rondloopt. Mag anders maar even zitten, oké? Blijf. Ah, dus Pedro en Hanneke zijn eindelijk op hun plek. Dit was fantastisch. 1 miljoen likes en morgen weer een Minecraft. Ik wilde bijna Fortnite zeggen. Bij seizoen 10 komt er ook een meer Fortnite, oké? Maar voor nu heb ik even zoiets van...